Goeiedag, mijn naam is Jacob Dochterom. Ik werk als projectmanager innovaties bij Delphi. En graag wil ik hier wat uitleggen over waarom Delphi betrokken is bij het Deltaplan Biodiversiteitsherstel. In de eerste plaats, de doelstellingen spreken ons als Delphi aan. En waaruit blijkt dat? Onder andere door het feit dat ook onze adviseurs in hun werkzaamheden duurzaamheid wat degelijk meenemen. Bijvoorbeeld in de keuze van gewasbeschermingsmiddelen. Maar ook in de veelvuldige aandacht voor bodembeheer, voor duurzaam bodembeheer. Nou, dat zijn twee aspecten die ook nadrukkelijk binnen het Deltaplan Biodiversiteitsherstel plaatsvinden. Daarnaast zijn we graag betrokken bij het Deltaplan vanwege het feit dat we ook een stukje nuchterheid en praktijk willen inbrengen. De praktijk laat toch zien dat onderzoekers allerlei ideeën hebben. Maar het gaat toch om de ondernemer en hoe krijg je die mee de link tussen de praktijk en het onderzoek te leggen. Dat doen we onder andere in het project waarvoor we hier nu bij Gert Noordhof zijn. Een project wat Delphi als penvoerder heeft aangevraagd in het kader van de POP3-regelingen. En dat project heet Innoveren naar duurzame en natuurinclusieve noordelijke bouwplannen. Waarin we kijken wat de maatregelen die een ondernemer kan doen voor effect hebben op de biodiversiteit. We zijn hier bij Gert Noordhof in Bellingwolde. Een van de deelnemers in ons innovatieproject rondom duurzame landbouw. En aan Gert de vraag. Hoe kijk jij tegen het Deltaplan Biodiversiteitsherstel aan? Hoe kijk jij tegen de biodiversiteit aan? En wat voor rol speel je daarin als akkerbouwer? Ja, nou ja, kijk, hier op het bedrijf doen wij verschillende dingen. Waar wij proberen om de biodiversiteit te herstellen. En dat is niet alleen maar om de biodiversiteit aan zich, maar ook vooral om te kijken van hoe kun je op een natuurlijke manier je planten goed en gezond krijgen. Wat voor maatregelen neem jij dan op jouw bedrijf om die biodiversiteit te bevorderen? Nou, een van de dingen die wij doen is strokenteelt. En strokenteelt doen we bewust om wat variatie in het landschap te creëren. En dat is ook nuttig, want als je ziet dat op een bepaald moment een ziekte in een gewas uitbreekt en je hebt daarnaast een ander gewas, dan kan die niet zo snel, zo snel uitbreiden als dit in monoteel doet. En daarnaast is het ook, het veld is nooit leeg, omdat er altijd wel een gewas hoog is. En dat is goed voor de positieve insectenstand. We staan hier bij een strook witte kool tussen de gerst, dus ook strokenteelt. Wat heb jij bij die witte kool nog meer gedaan, Gert? Nou kijk, deze kool hebben we behalve de reguliere witte kooltjes die bestemd zijn voor de markt, hebben we ook een aantal andere tussen gezet. Dat zijn trap crops. En die trap crops, dan moet je eigenlijk voorstellen dat die hier in het gewas vooral de schadelijke insecten aantrekken. Omdat die trap crops, de naam zegt het al, is een soort val. Die zijn aantrekkelijker en ze eten die kolen eten ze op en de rest laten ze daardoor staan. Tenminste, dat is het idee. Dit wordt ook gemonitord door de Universiteit Wageningen om te kijken van werkt dit inderdaad zo als we dit bedacht hebben. Delphi is initiatiefnemer, CQ penvoerder geweest van diverse POP3 projecten die een stukje kennis willen ontwikkelen en toepassen rondom het herstel van biodiversiteit. Zo proberen we als Delphi kennis te ontwikkelen en kennis te implementeren. Het motto van Delphi: passie voor de plant en voor de natuur.